Ja, Sven Kums, zit iedereen er in de kleedkamer echt doorheen? Ja, het is wel een teleurstelling, denk ik. Ik denk dat we redelijk goed begonnen waren. De eerste 20 minuten was er weinig aan de hand. En dan ja, krijgen we, denk ik, de eerste of drie domme doelpunten tegen. En dan, ja, dan weet je hoe dat het moeilijk wordt. Ja, dan was het zeker moeilijk. Maar toch, even terug naar die beginfase. Ja, die begonnen scherp. Meteen druk zetten. Was dat ook de bedoeling? Ja, dat was de bedoeling. Gewoon direct druk zetten. Proberen de tegenstander in de fout te dwingen. En dat hebben we ook goed gedaan, vond ik. Maar dan ja, komen we direct drie doelpunten achter. En dan in de rust weet je dat dat heel moeilijk wordt. Ja, zeg je dan in de rust nog tegen elkaar van, nou, we gaan toch die tweede helft nog proberen alles bij alles te zetten om maar die aansluitingstreffer te krijgen en dan, nou, dan zien we wel. Ja, tuurlijk. Zo snel mogelijk die aansluitingstreffer maken. En dan hopen dat het publiek er terug achter kwam. En ja, dat is spijtig genoeg niet gebeurd. En krijgen we nog een vierde doelpunt tegen. En dan ja, niet helemaal over, denk ik. De eerste tegentreffer van jullie. Kun je me nog voor de geest halen hoe dit gebeurde? Ja, ik denk dat wij bal hebben. En de bal belandt bij de keeper van hun. Dus hij gooit snel uit. En ja, ik probeer naar achter te lopen. En de bal, denk ik, vertrekt van. Vanuit het middenveld, lange bal en komt alleen voor de keeper. Ja, het leek wel vanaf de tribune dat het heel makkelijk ging. Wat voor gevoel had je in het veld, die tegentreffer, dat die heel makkelijk vielen? Ja, dat was gewoon te gemakkelijk. Ik denk de bal komt van op de middenlijn, lange bal. En ik denk dat hij helemaal alleen staat in de rechthoek voor Brian. Dus ja, dat kan gewoon niet. Nou was het gevoel volgens mij na de voorbereiding bij de hele ploeg heel goed. Iedereen had veel zin in de competitie. Nou ben je 3 wedstrijden verder, 12 tegengoals en slechts 1 punt. Ja, wat gaat er dan door je hoofd op het moment dat je dan na zo'n wedstrijd in de kleedkamer zit? Ja, klopt. We hebben nog maar 1 punt en we hebben al een paar tegengoals. Maar oké, je hebt wel tegen twee beste tegenstanders gespeeld van de competitie. Dus ja, we moeten niet panikeren. Nee, daar is nog geen reden tot paniek. Nee, vind ik niet. Ik denk dat we tegen de twee beste tegenstanders hebben gespeeld. En ja, we moeten gewoon winnen tegen de andere ploegen, denk ik. Deze wedstrijd wist je dat het niet gemakkelijk ging worden. Misschien hadden we beter kunnen doen, maar dat is niet gebeurd. Dus gewoon op naar de volgende wedstrijd. Ja, is dat vertrouwen hè, voor, nou ja, Feyenoord uit, toch een speciale wedstrijd in de Kuip. Ja, klopt, maar ik denk niet dat die tegenstander zo sterk is als de twee die we nu hebben gehad. Je had je debuut wel anders voorgesteld, hè, Ramon Sommer. Ja, ik had mijn debuut zeker anders voorgesteld. Valt een beetje in duigen op deze manier natuurlijk en dat is nog lichtjes uitgedrukt. Ja, goed, ik hoop dat je over een paar jaartjes hierom kunt lachen, maar op dit moment natuurlijk niet. En toch had ik het gevoel dat Heerenveen heel goed begon aan de wedstrijd. Wat vond jij? Nou, het begin van de wedstrijd was nog wel aardig, denk ik. Maar ik vond wel dat we vrij snel de grip over de wedstrijd kwijtraakten. En dat Twente toch wel bepaalde. En ja, dat was het lastige. Ja, waar verlies je dan die grip op de wedstrijd? Ik denk dat wij als team te ver uit elkaar hebben gespeeld vandaag. En dat de ruimtes voor Twente gewoon veel te groot waren. Ja, en dan heeft Twente de kwaliteit om altijd wel een vrije speler te vinden. Had je daar niet iets aan kunnen doen dan misschien? Ja. Als je dat er gelijk de oplossing voor weet en iedereen die weet dat, dan kun je er iets aan doen. Maar je hebt met 11 man te maken en dan moet je allemaal hetzelfde willen en doen. En dat verander je natuurlijk niet in 1 minuut of in 2 minuten tijd. Dan krijgt Heerenveen in de eerste 3 wedstrijden 12 tegengoals tegen. Ja, je bent nu bij 1 wedstrijd geweest. Wat is jouw indruk hoe het staat bij Heerenveen? Ja, ik kan alleen over vandaag praten. En vandaag zijn, net wat ik net zei, de ruimtes veel te groot. En dan, ja, dan is het ook heel lastig verdedigen en dan wordt de wedstrijd heel lastig. En ja, dus vandaag stond het natuurlijk niet goed, anders krijg ik ook geen 5 goals tegen. Het is wel een beetje een gekke week voor jou geweest. Ja, je hoort maandag van de interesse van Heerenveen, dan is het vrijdag eindelijk definitief rond. En dan sta je een dag later al in de basis. Had je dat verwacht? Nou ja, goed, ik wist dat als ik voor 12 uur alles rond was, dat ik bij de selectie zou kunnen zitten. En maar ja, goed, dat je in de basis speelt, ja, dat. Daar ga je midden in de week nog niet van uit. Dus nee, het is allemaal heel snel gegaan. Het is ook al een beetje als een waas voorbij getrokken deze week. En ik ben blij dat er nu wel even een weekje is naar de volgende wedstrijd. Dat je in alle rust daar naartoe kan werken. Ja, dan kun je ook lekker even met de groep trainen. Hè? Dat is ook wel even fijn. Want ja, nu begon je eigenlijk zonder enige training en zonder enige Ja. medespelen met de medespelers aan die wedstrijd. Ja, ik heb 1 keer getraind. Nou ja, goed, een uurtje. Ja, dan ben je natuurlijk nog niet aan elkaar. Dus. Ja, dan ben ik wel blij dat je nu, net wat jij zegt, een week mee kunt trainen en een beetje kunt wennen aan elkaar. En ook de gedachten over deze wedstrijd met elkaar een beetje kunt uitwisselen.
Ja, en dan krijg je een leuke wedstrijd om dit goed te maken. Hè? Feyenoord uit in de Kuip. Ja, dat is zeker. Dat is weer een mooie uitdaging. Feyenoord die draait aardig op dit moment. Dus ja, goed. Het kan een leuke wedstrijd worden.